op, jongens. Mag ik jullie wat vragen? Nou, wat is dit nou? Zie je dat we bezig zijn? Zie je niet dat we midden in de opname zijn? We zijn een filmpje aan het opnemen. Dat kan zo, man. Natuurlijk mag je dat vragen, altijd. Wat wil je vragen? Hoe zijn jullie begonnen met filmpjes maken? Hoe we zijn begonnen met films maken? Dat is eigenlijk heel spontaan begonnen. Want we hadden elkaar heel lang niet meer gesproken en gezien. We waren vroeger hele goede vrienden. En toen zeiden we elke keer als we elkaar tegenkwamen op een feest van... we moeten weer even afspreken, we moeten weer wat doen. Nou, dat was er steeds niet van gekomen. En uiteindelijk kwam het er toch van. Ja, toen zijn we bij hun thuis hebben afgesproken. En toen hadden we het erover. Toen zeiden we van... want we kijken allemaal wel eens van die Instagrammers. Dat is natuurlijk heel erg in tegenwoordig. Dat je al die Instagrammers en YouTubers en vloggers... Die kijkt iedereen tegenwoordig. Vooral de jongeren. En we hadden het daarover. Dat we dat leuk vonden. Maar misschien ook leuk vonden om het een keer zelf te doen. En zelf misschien leuke filmpjes te maken. Dus, ja, sowieso. Ik en Wil en Martijn volgens mij ook wel... hadden eerder al een passie voor filmpjes maken. Maar dus vroeger ook zo'n kleine cam... En toen gingen we elkaar gewoon filmen voor lol. We plaatsen het nergens, maar dat weten niet veel mensen. Maar we hadden altijd al een passie voor filmen. Ja, ja. En Martijn ook. Ja, ja, ik heb ook af en toe wat parodies en filmpjes gemaakt. Dus ja. Dat vond ik... We hadden allemaal een beetje een passie ervoor, dus ja. Vandaar. Zo. En waarom hebben jullie gekozen voor Instagram en niet voor YouTube? Goeie vraag. Sowieso is de stap naar YouTube een veel grotere stap. Het is ook een stuk moeilijker. Instagram is toch wel wat... makkelijker, ja. Je bereikt mensen veel sneller. Je kan elkaar ook taggen. Ja. En dat heb je bij YouTube bijvoorbeeld niet. Ja, wat ook wel waar is volgens mij, op YouTube heb je niet zo snel een account als op Instagram, denk ik. Ik denk dat veel mensen actief zijn op Instagram, dus dat ze je ook veel sneller gaan volgen. Dus, en op YouTube moet je abonneren, daar moet je ook weer een account voor hebben. Dus dat is eigenlijk ook wel belangrijk. Instagram maak je natuurlijk kortere filmpjes. En voor YouTube heb je veel meer tijd nodig. Ja. Dus. Maar, we hebben wel een YouTube account, dus... abonneer. Gewoon vriendloos. Vriendloos, ja. Wat willen jullie bereiken met jullie filmpjes? Ik wil dat eigenlijk mensen gaan lachen. Dat is meestal ons doel, denk ik. Mijn doel tenminste. Ja, en dat zo veel, of dat we groter worden eigenlijk. Ja, dat vind ik leuk. Dat is het leuk dat steeds meer mensen om ons gaan lachen. Ja. En doen jullie ook een opleiding voor filmpjes? Willen jullie er echt later iets mee doen? Ik doe geen opleiding voor filmpjes. Ik doe nu HBO, commerciële economie. Maar we hadden altijd al een passie voor filmen. We wisten eigenlijk al hoe we moesten editen. Dat we eigenlijk ook soorten... Vroeger hadden we filmpjes gemaakt met Stefan. Shout-out naar Stefan. En daarvan hebben we ook het editen geleerd. Dus ja, opleiding hoeft niet per se eigenlijk. En wat voor opleiding doen jullie dan? Ik doe leraar basisonderwijs, dus dat is ook weer heel iets anders. Maar zoals Willem al zei, we hebben een passie voor films maken. Dus ja, we kijken ondertussen ook hoe ver komen we daar nou mee. Is het nou zo dat we daar steeds meer volgers op komen en zijn er mogelijkheden? Ja, misschien dat je altijd nog een andere richting op kan. Maar ja, opleiding is natuurlijk ook belangrijk. Ja, ik doe gewoon hetzelfde als Willem. Ik doe eigenlijk alles hetzelfde. Ja, ze zijn trouwens tweelingen. Je doet dus een opleiding voor leraren, maar wat vinden de kinderen ervan? Weten ze het of... Ja, dat is een hele goede vraag, want ik heb wel eens, we hebben op YouTube filmpjes en dan zie ik wel eens reacties van leerlingen die dan zeggen van, hey, dat is meester Martijn, want ik loop ook stage op een basisschool. Ja, en dat maakt het soms wel moeilijk, want je hebt natuurlijk ook een voorbeeldfunctie, dus je moet natuurlijk ook geen rare dingen doen of gaan schelden of dat soort dingen, daar moet je mee uitkijken. Dus daar probeer ik ook wel steeds meer rekening mee te houden, ja. Jullie werken soms ook samen met andere Instagrammers, maar hoe doen jullie dat? Meestal gebeurt dat via Insta DM. Dan berichten wij of anderen ons. En ja, meestal... je kijkt gewoon op Instagram naar andere Instagrammers. En dat interesseert je natuurlijk. Want ze doen ongeveer hetzelfde als jij. En dan maak je ook sneller contact met ze. En zo word je vrienden, bijvoorbeeld. Ja, je ziet elkaar natuurlijk. En je ziet... dat andere goede films maken, jij goede films maakt. En dat is interessant natuurlijk, want je kan elkaar natuurlijk ook op een bepaalde manier helpen, promoten. En zo kun je... Soort. Ja, een soort. Zo is dat eigenlijk ook in de Instagram. Ja, goed verwoord. En jullie hebben echt best wel veel volgers. Krijgen jullie ook haatreacties? Nou, bij ons valt het gelukkig mee. Maar ik denk als je hoe meer volgers je krijgt, dan komt er denk ik wel meer haat bij kijken, denk ik. Dat is altijd zo.
En is social media echt heel belangrijk voor jullie? Of kijken jullie ook nog wat eens tv of dat niet? Nou ja, je merkt wel dat jongeren veel minder tv kijken. Ja. Ik kijk eigenlijk eerlijk gezegd bijna nooit meer tv, behalve het NOS Journaal. Want ik vind dat ik nog wel op de hoogte moet blijven van wat er gebeurt in de wereld. Ja. Of voetbal inderdaad. Op social media ben ik inderdaad met Instagram veel bezig voor ons account. Maar verder ja, ben ik zelf eerlijk gezegd ook niet heel veel aan het kijken. Nee, ja. En wat is het verschil tussen Instagram en vloggen? Ja, dat is nog wel een veelgemaakte fout in de media, denk ik. Want vaak wordt Instagrammers en YouTubers en vloggers door elkaar gehaald. Wij zijn Instagrammers, we zijn ook YouTubers, want we zijn net begonnen op YouTube. Moet je ons even volgen. Het verschil is, vloggers, dat zijn echt mensen die continu alles wat ze doen in hun leven of elke dag weer opnieuw in beeld brengen wat ze aan het doen zijn. Dat doen wij af en toe, alleen als we leuke dingen doen en als we iets interessants doen. Ja. Want wij vinden, als wij niks interessants te bieden hebben, ja, dan hoeft daar ook geen filmpje van te komen. Ja, Instagrammers zijn wij omdat wij gewoon filmpjes maken op Instagram. En dat heeft niks met vloggen te maken, want wij brengen niet in beeld wat we doen. Wij brengen juist in beeld wat andere mensen vaak herkenbaar vinden. Ja. Nou, dankjewel. Dank jullie wel voor het interview. Ja, ja, graag gedaan. Graag gedaan. Maar doe me een favor, please. En get out of here. Right now.